KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. Sjoerd Plezier. En Mona Goeman-Borgesius. Zij nemen u mee terug in de tijd, toen geluk heel gewoon was. Zo. Hier, Ronel, het vrije volk in de bocht. Hoort dan. Vanavond zal het Amsterdamse Theater Carré wederom uitpuilen van schrijvers en dichters vanwege het jaarlijkse evenement De Nacht van de Poëzie. Noem ze eigen een Rotterdamse krant. Het vrije volk wordt toch door heel Nederland gelezen? De Nacht van de Poëzie, ken dat niet overdag? Ja, natuurlijk niet overdag, gaat er niemand naar theater. Nou, s'avonds wel dan. Tuurlijk, de Schouwburg zit s'avonds altijd vol. Nou, behalve hier op Zuidland, die Schouwburg is een dood paard aan een touw. Rode Sien is altijd uitverkocht. Ja, Beppie Nooi, die gaat in de blote kont staan, zo ken ik het ook. In de stad ook. Het Rotterdamse toneel trekt heel veel publiek. Maar dit is Amsterdam, Nel. Daar zitten ze alleen maar in de kroeg, die domme liedjes van Johnny Jordaan te zingen. Ja, Amsterdam is dé stad voor het theater. En Carré helemaal. Maar dat is geen theater, Nel. Dat is poëzie. Daar staat er een stelletje dichters de eigen versies voor te lezen. Hier, oh. Georganiseerd door Simon Vinkenoog, die alle dichters zal presenteren van de befaamde Adriaan Roland Holst, nog nooit van gehoord, tot het jongste fenomeen Johnny de Selfkikker uit Beekbergen. Beekbergen. Kan er uit Beekbergen iets goeds komen? Zou er best naartoe willen. Naar Beekbergen? Naar Carré. Een vrouw van mij gaat niet alleenig midden in de nacht naar Amsterdam. Oh? Veel te gevaarlijk, voor je het weet zit je achter de ramen. Steek er niet zo aan, man. Nee, oh nee, oh nee. Van de Berg van de Week is loopt met zijn hospitaal op de wallen. Komen ze mooi naar naartoe om te vragen wat het kost. Met een gehoorapparaat? Ja, 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 dat weet jij niet, Nel, maar er zijn mensen die vallen daarop. En wat zei ze? Wat? Wat het kost. Ja, ze verstond het natuurlijk niet. Ja, maar Henk toch wel? Henk? Ja, die had er toch lekker een slaatje uit kunnen slaan? Hé? Laat maar. Ja? Ah, ja. De kleine al op één oor? Ja, die ligt al te dicht. Joh. Talent, hè? Heeft hij van mij. Van jou? En van Simon natuurlijk. Jongen, 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 jongen. Was een vondeling, hoor. Dus komen aandrijven in de riool. Lekker poëtisch. Nou, inderdaad, daar zou je een mooi gedicht over kunnen maken. Waar blijft die vent van je trouwens? Nou, die is in Amsterdam. Hé? Naar de Nacht van de Poëzie. Nee, hè? In Carré. Ja, ik weet wel waar de Nacht van de Poëzie is. Maar het is vanavond kegel, hoor. Daar schrijft hij natuurlijk over in de Bruine. Ja, met foto en alles erop en eraan. En nou, ze zijn met de Rolls. Welke Rolls? Die van meneer Harmsen natuurlijk. Heb Harmsen zijn Rolls meegegeven? Nee, ze zijn samen. Ze gaan eerst dineren in het Amstel Hotel, waar ze ook slapen. En dan gaan ze door. Het moet nou toch niet gekker worden. Dat meneer Harmsen jou nou niet gevraagd heeft, hè? Dan had ik geweigerd. Dan had ik nee gezegd. Dan had ik gezegd, meneer Harmsen, allemaal leuk en aardig en u bent de beste baas. En ik begrijp best dat u een groepschef zoekt en in mij ziet u natuurlijk de ideale kandidaat. Maar als ik daarvoor in Carré in Amsterdam naar een stelletje langharige idioten mocht gaan zitten kijken, nou, dan blijf ik liever op de bus. Dus naar die bontjas kan ik ook wel fluiten. Dat hoorde ik, Nel, dat hoorde ik. Dat wordt allemaal hier opgeslagen. Als dat er nou maar allemaal bij kan. Nou, ik heb ook een gedicht van mezelf. 'S nachts op een schaap gezeten, galoppeer ik naar Delfzijl. Ik zwaai met mijn zeis, ik slaak valse kreten. Val aan, val aan, nog 20 mijl. Zie ik daar de vestingmuren, mijn dijen schreeuwen. Wol, hou vol. Ja, van het schaap natuurlijk, hè, dat wol. Wol, hou vol. Ik snuif de lucht van pek en zeuren. Vliegt daar niet een paardendrol?
Typisch iets voor zeilenaren. Onsportief met grof geschut. Het schaap geeft het op, het spint weinig garen. Drollen horen in een put. Ja. Hé? Wat nou, ik ken dat mens al niet alleen laten. Nou en, ze hebben al 3 weken de bof. Trouwens, ik zou maar uitkijken, Hendrik, want als jij het krijgt, kan je nooit geen kinderen meer krijgen. Inderdaad, Jaap. Is goed dat je dat even zegt. Wat? Nou, dat wat je zegt. Wat zei ik dan? Nou, dat van de bof. Oh, ja. Hier ook. Karel zegt het ook. Nou, dat van de bof. En Karel kan het weten, want Greet loopt weer op alle dag. Hè? Ja. Zeg, Karel, jij zou je eigen toch laten steriliseren? Is mislukt. Is mislukt. Mannen. Kokkie. Kokkie. Even snel vergaderen, mannen, want ik zit met een noodslacht. Alweer? Kok zit weer met een noodslacht. Wat voor noodslacht? Giraf uit Blijdorp. Heb zijn nek gebroken bij het douchen. Een giraf uit Blijdorp heeft zijn nek gebroken bij het douchen. Oh, kok, ingewanden voor Henk, gehakt voor de volgende week. Oh, laat die even blijven hangen, want het water staat de club tot aan de lippen. Even blijven hangen, Henk, want het water staat de club tot aan de lippen. Wat nou mijn schuld? Wat zal er nou helemaal voor mij staan? 1375. Dat is een zaak tussen mij en Henk, hoor, Karel. Hé, Hendrik? Karel zit gewoon in jouw boek te kijken. Ik doe het vanavond de bar, hoor. Mannen, even centraal. Waar halen we zo snel mogelijk geld vandaan? Iemand een idee? Nee. Nee. Henk? Henk, jij een idee? En jou hebben we ook lekker veel. Dan ben ik bang, mannen, dat volgende maand het gas en licht wordt afgesneden. Jongen. En, mannen, nog veel erger, kijk eens omhoog. Dat plafond, dat kan vandaag of morgen naar beneden komen. Daar moet iets aan gebeuren. Wat dat weer niet gaat kosten. Ik ken een hele goede stukken door. Eerst geld, Karel. Brulboeien. Ah, stokvis. Ik weet niet of je het weet, maar het water staat de club tot aan de lippen. Oh, hij heeft een grandioos idee. Ja, lekker. Hij zit aan de kreeft. Doe met u. Oh, Harmse betaal. Ja, champagne. Caviar, ja. Met wie nog meer? Met Johnny de Selfkikker en Simon Vinkhoog. Mooi, heel mooi. Maar wacht eens even, Stokvis. Wat is nou jouw grandioze idee? De voorzitter, officieel. Jongen. Hij wil jouw kok. Zit al niet te eten in het Amstel Hotel of heb ik op Sonus. Simon? Hier ook, Karel. Dan maak je het zelf een keertje mee. Nou zit je er zelf bij. Dat noemt ze eigen een vriend. Zit ze eigen vol te douwen en champagne te slempen met mijn baas. Maar mij meenemen, hoop maar. Nou, Jaap, is misschien niet onverstandig. Wat nou? Jij in het Amstel Hotel. Simon, fantastisch. Dat gaan we doen, ja. Dag. Wat gaan we doen? Aanstaande zaterdag, hier op de Kegelclub, Poëzie op Zuid. Hè? Met een grandioos optreden van Simon Vinkhoog en Johnny de Zelfkikker. Nee, hè? Simon heeft ze hoogpersoonlijk vastgelegd. En dan vragen we natuurlijk intree. Hij begrijp je? Daar komt toch geen Rotterdammer op af? We motten de gokwagen. Nee, hebben we ja, kunnen we krijgen. Mannen, ik ben naar mijn giraf. Wat maak je er eigenlijk van? Halskarbonade. Het is toch juist goed voor Zuid, Jaap? Normaal gebeurt hier nooit wat. En nou in ene 2 beroemde dichters. Daar komt er geen mens op af, Nel. Nou, ik ga. En zus ook. Poëzie op Zuid. En waar is het die Stokvis er allemaal op begonnen? Artikeltje voor zijn krantje. De Kegelclub vaart er toch ook wel bij? Nou, dat moeten we nog maar afwachten. Het is geen rode zien. Het is echte kunst, Jaap. Ja, of die gasten moet ook in de blote kont gaan staan. Wat voor een? Ze is ook gaan dichten. Nee, hè? Het is een ode aan Doffer Huytenbroek. Doffer Huytenbroek? Ja, dat is de graaf van het Huytenbroekkanaal. Oh. Dat heeft hij in zijn eentje gedaan met zijn blote handen. Ja, daar is hij 4 jaar mee bezig geweest. En dat altijd in korte broek. Zelfs in de winter. Een lijf van marmer, glimmend goud. Gestaalde buiken, nek van hout. 2 navels. Hier,
en in de kin. Dijen van koper, knieën van tin. O dover, als het werk is gedaan. Mijn schoten oase met pruim en banaan. Met zonlicht en paarden en varkens en eenden en ganzen en geiten en brazems die meenden dat het kanaal van hun dromen gereed was gekomen. En ik... Ik zing een liedje waarvan ik dacht dat ik het verrijden was. Shh, jongen, jongen. O derivaat. Toen ik niets meer deed, wist ik wie ik was. Van alle mogelijkheden nog het meest Simon Vinkenoog. Uit stilte ontstaan, af en aanwezig, warm en koud, waterpas. Wat ik tot nader orde was, bekend en onbekend, niet langer meer dat, maar een en al oor, in de wetenschap dat. Wat? Dat? In de wetenschap dat? Dat is toch wartaal, Karel? Dacht je dat ze het dan uitgaven? Wat? Dit? Dat is een dichtbundel, hoor. Er is geen touw aan vast te knopen. Het enige wat ik heb gesnapt was Simon Vinkenoog. Ja, die heb het geschreven. Des te erger, heeft hij een gedicht gemaakt over zijn eigen. Identiteit, Jaap. Hij verklaart zijn identiteit. Heeft hij geen paspoort? Zijn artistieke identiteit. Hé? Waar die voor staat, qua kunst. Nou, waar staat hij dan voor? Nou, hij is op zoek. Waarnaar? Naar de waarheid. De waarheid? Moet hij een abonnement nemen? Goeie pet, hè? Ja, MC. Goeie pet van de pet. Van dan, meneer. Wat ziet u er goed uit, meneer Harms, hè? Oh, dankjewel, Kweeman. Ja, de poëzie, hè, houdt je jong. En het Amstel Hotel, hè, we hebben geslapen als rozen. Rozen? Is een roze? Is een roze. Een beetje stokversen. De poëzie heeft ons wel te pakken, hè? Ik had er graag bij geweest, meneer Harms. Werkelijk, Kweeman? Ja, dat weet u niet, maar ik ben namelijk helemaal gek van de poëzie. Met jouw grof besnaard gemoed? Ja, Nel die zegt dikwijls tegen me, ze zegt... Jaap zegt ze, ze zegt... zou je die gedichtenbundel nou niet eens eventjes wegleggen? Tot dat nee. Ja, en ook midden in de nacht soms, hè, maakt ze me wakker... dan zegt ze, Jaap, leg me weer een partij te dromen over de poëzie... en het rijmt nog allemaal ook. Koeipan, wie had nog kunnen vermoeden dat achter die façade van olifantshuid van jou een dichtader zou vloeien? Ja, maar ome Leo, hè, meneer Harms, als je daar een Sinterklaasgedicht van kreeg, dan wist je niet wat er gebeurde. En wat gebeurde er dan? Ja, dat hij... las hij het voor, weet u niet? En, Hé, Simon? En was dat oma Leo? Mijn oma Leo. De man van de onsterfelijke regel. Sint heb heel lang lopen denken wat die Jaap nou eens zou schenken. Juist, die ja. Ja, dat kan ik u toen nog veel mooier vertellen, meneer Harmsen. Want waar ben u aanstaande zaterdag van harte uitgenodigd op de Kegelclub? Wat heb ik daar namelijk georganiseerd? Poëzie op Zuid. Hè? Ja, met een grandioze optreden van Johnny de Zelfkikker en Simon Vinkenoog. Ja, maar Koeiman, dat weet ik toch ook wel? Oh? Want daar was ik toch bij? Ach, want dat heeft Vriendje Stokvis toch allemaal geregeld? Dat wel natuurlijk. Vriendje Stokvis, het was me een waar genoegen. Rose is a rose is a rose. Grandioos. En, Simon? Ah, mensen, het was echt geweldig. Het was echt geweldig. Wie er allemaal niet waren, man. Die Vinkenoog natuurlijk zelf en dan van het Reven en Kees Budding.
Ja, Jules Delder. Maar eerlijk gezegd, die Johnny de zelfkikker, die span echt de kroon. Die gaat me toch op tijd een keer niet te geloven, man. Echt waar. Carré stond te schudden op zijn grondvest. Oh. Ja. Het is ook heel inspirerend, want ik kwam vanochtend om 5 uur pas terug in het hotel. En toch gelijk dit gedicht even geschreven. En komt bij mijn artikel in de Bruine. Eindelijk zo oud als ik eruit zie. Ja, ja, dat gaat over een vrouw met een hele oude kop. Ja. Die is altijd al bejaarde geweest, eigenlijk, dat ze kind was al. En dan wordt ze op de verjaardag wordt ze wakker en dan kijkt ze in de spiegel en dan zegt ze... Eindelijk zo oud ik eruit zie. En dan is ze 65? Ja, op de ochtend dus dat ze bejaard wordt. Wat kan dat nou schelen? Wat? Wat doet dat er nou toe? Het is kunstje kopen, dus dat geeft niet. Hé? Een van de allerbelangrijkste dingen bij kunst is dat het er niet toe doet. Dat het er niet toe doet. Nou, Simon, dan krijg je natuurlijk wel gauw laar pour laar. Zo is dat. Wat? Nou, wat Karel zegt. Zegt hij dan? Karel? Kunst moet in dienst staan van iets groters. Dat bedoel ik. Kom je daar nou bij? Ja, natuurlijk wel. Kunst moet verheffen. Zo is dat. Kunst moet een doel dienen. De klassenstrijd bijvoorbeeld. Ja, nee, kijk, het doel dat de kunst dient, is dat het kunst is. Schijn nou eens ja, uit. Kijk, een buschauffeur dient het openbaar vervoer. Putjeschepper dient de riool. En de kunstenaar dient de kunst. Dit was Brandpunt. Goedenavond. Simon. Heb Henk mij nadrukkelijk opgedragen? Dat hoeft Henk toch helemaal niet te weten. Moet je kijken wat de mensen dat er zitten. Als je je mond maar houdt. Nou ken ik je weer. Mensen, mag ik even jullie aandacht? Ik had net dus Simon Vinko aan de lijn. En ze zitten op Rotterdam. Ja, ze waren in de war. Rotterdam, Rotterdam. Ja, ik vond het als eigenaardig dat hij vroeg welke boot of dat hij moest nemen. Maar dat doet als volgt. Die kaartjes die blijven gewoon geldig, kok. Ja. Ja, en dan zijn jullie volgende week zaterdagavond, dezelfde tijd, zijn jullie dus weer van harte welkom. En mensen, om de avond niet helemaal poëzieloos te laten eindigen, lijkt het mij verstandig als ik even wat voordraag uit eigen werk. Het gedicht staat deze week staat in de Bruin Rotterdam, maar als je het hoort krijgt het natuurlijk toch nog een extra dimensie. Ja. Nou, maken wij wel uit. Eindelijk zo oud als ik eruit zie. Zo heet het gedicht, ja? Daar gaat-ie. Reeds in de wieg een ouwelijk huidje. Niks geen gezellige knuffelkont. De buurvrouw verslikte zich in de beschuitje. Is dat een neusje of is dat een mond? Ook op de kleuterschool was het misère. Een hoofd als het vrouwtje Piggel mee. Een shocktherapie met wel 1000 ampère hielp ook niet. Het werd erger. Nog erger? Nee. De jaren verstreken van kommer en kwel. Patiënten en breien en eenpersoonsbed. Ze werd 40 en 50 en 60, jawel. Toen orf ze de spiegel van oud-tante Jet. Nee, riep ze. Ik kijk wel uit. Geen blik gun ik je waardig. Wat heb ik misdaan? Vroeg de zilveren ruit. Ik bedoel het alleen maar aardig. Ze werd 65 en schrok wakker met schrik. De spiegel zong beneden, van lang zal ze leven. De trap af, de gang door, een welgemikte blik. Ben ik dat? Haar stem begon te beven. En na horten en stoten klonk gelukzalig door het huis. Eindelijk zo oud als ik eruit zie. Dank u wel. Ja. Dank u wel, dames en heren. En dus tot volgende week zaterdagavond, hè? Nee, ik heb ook nog een gedicht van mezelf. Het slachthuis. Aan het einde rechtsaf, het kerkhof voorbij. Langs het schandblok van Lubber, de kei op de hei. Eerste links, tweede rechts, een pijl op Emaille. Een slot, een paleis, is dit Versailles?
Bijna goed, mijn vriend. U verdient een medaille. Maar wat u daar ziet, is niet voor gekroonde hoofden. Het is voor tuinman en melkboer en hun verloofde. Voor tjedden en driekers en fukken en kwelden. Voor guip de bloemist met een draak in de kelder. Voor juipen die blind is en voor leppen die zijn vriend is. Voor kortje en spuugje en braakje en windje. Voor geiltje die roept, ik krijg weer een kindje. Ons slachthuis. Ons slachthuis. Waar beschotte mannen toveren met messen. Mag het ietsje meer zijn? We zijn met z'n zessen. En soms, op een broeiende zomernacht, lig ik loom op het mos. En ik wacht, op de mannen met schotten in het maanlicht zo blauw. Een vrouw is een vrouw, is een vrouw, is een vrouw. Bravo! Oké, mensen, nou, hartelijk dank en sorry, maar tot volgende week. Ik heb er ook nog eentje. Oh, nou. Hij is weliswaar niet voor mijzelf, maar het is toch een geweldige poëm van Johnny de Zelfkijker. Verdwaald in de duisternis is hij terechtgekomen in een soort woestenij die met dopheiden en kleine hiesters is begroeid en aankloppend bij een afgelegen boerderij waar een flauw lichtje hem doet vermoeden dat er iets van leven in aanwezig moet zijn, wordt hem open gedaan door een kleine, kale, scheeloogige monnik die hem gastvrij en onderdanig ontvangt in zijn stemmig, blauw geschilderd vertrek. Dat onder het schenken van een Chinees kopje, kop, de hal.